Het doek viel vorige week voor Achilles 29. Zij spelen volgend jaar in de derde divisie. Maar dat wil niet zeggen dat je niet nog voor de punten moet gaan. Jankovic, na iets meer dan een kwartier spelen, zet de ploeg op 1-0 tegen HC Hardenberg. Dat stiekem toch nog wel aan de vierde plaats zal denken. GVVV is wat aan het zwalken geslagen. En de Hardenbergers komen steeds dichterbij. Prosper Fini op het half uur, bijna op het half uur. Naar Kadi, moeizame controle, maar het is wel 2-0 voor Achilles. 17 wedstrijden op rij verloren. 18 november 2017. Koninklijke HFC uit. De laatste overwinning voor de Groesbekers. Zou het dan nu tegen HC Hardenberg weer eens een keer goed gaan? In de tweede helft de 2-1 invaller Dirian Reinders. Maakt zijn derde van het seizoen. En dan is HHC los. Metai met de voorzet. Via Bouws komt de bal bij Schmid en die schiet de 2-2 binnen. Dat is een minuut na de 2-1. En weer een minuut later Van Hezel met de voorzet en Van der Leij met de rake kopbal. De droom van Achilles is uiteengespat. Lang mochten ze hopen op die eerste overwinning sinds weet ik hoe lang. Maar in de tweede helft maakt HHC korte metten met de jonkies uit Groesbeek. Manu Hutu wint het duel. Van der Leij krijgt de bal bij Metai. Schmid. En de tweede van Dirian Reinders bepaalt de eindstand in Groesbeek op 2-4. Sneu, heel sneu voor Achilles 29. En zo ziet Balen eruit.